Oké, hi dames en heren, ik ben Charles Delamarre en je kijkt naar Toasted. Welkom in Amsterdam. Dankjewel. Ik ben de laatste, je hebt al de hele dag pers gedaan hier. Vind je het nog leuk? Ja, ik kan er nog wel eentje. Ja, dat gaat wel lukken. Ja. Nee, maar serieus, ik kan me voorstellen dat je, en dat is iets wat niet veel mensen begrijpen, dat het leven van een muzikant niet alleen bestaat uit het spelen voor mensen, massa's, de backstage bier drinken, maar er ook minder leuke kanten aan het vak zitten, waaronder praten met de pers. Nou, ik neem het allemaal maar voor lief. Het is een soort van, ik probeer dit gewoon heel erg te benaderen als een gesprek wat je hebt in een kroeg, weet je wel. En dan maakt het allemaal wat lichter in plaats van dat je het in je hoofd bezig gaat met, oh, dit is een interview. Dus ik heb op zich wel een prima dagje. Ja. Volgens mij heb je ook een prima jaar. Je zat op Pinkpop, je speelt met Guus Meeuwis de hele tour, een EP uit. Dit is niet overnight gegaan, toch? Nee, daar hebben we hard aan gewerkt. Maar ik ben wel blij dat het soort van op dit moment samenkomt. Weet je, op het moment dat we onze sound hebben gevonden met deze EP. En dat we echt wel weten waar we mee bezig zijn en dat we daarop door kunnen bouwen. Je zegt we, maar het is jouw band, toch? Oh ja, ik heb een band. En, maar de productie van de plaat hebben we voor een heel groot deel samen gedaan. Met Anthony Broek van de Dijk. En we hebben wel echt samen de sound gecreëerd. Zeg maar, ik schrijf de nummers, maar ja, vaak is het dan gewoon op akoestische gitaar alleen. En heb ik nog niet zo'n heel goed idee wat ik wil met de band en zo. Dus ik probeer ook mijn muzikanten zoveel mogelijk vrijheid te geven daarin. Dit is wel echt dus een bewuste keuze van jou geweest om, zeg maar, als jouzelf, als muzikant de wereld in te stappen en niet een bandje te formeren en die een titel te geven. Zeker. Maar dat is gewoon samenloop van omstandigheden. Op een gegeven moment ging ik schrijven. En ik ben gewoon alleen daarmee begonnen. En op een gegeven moment gingen mensen om me heen verzamelen en dat mondde zich uit tot dit eigenlijk. En het contact met de Dijk. En ik zag natuurlijk die cover die jullie hebben gespeeld. Volgens mij was het bij Ekdom 2, iets in die richting. Ik vond het verrekte goed klinken. Ik zei, het lijkt wel heel erg echt op de Dijk. Maar dat is geen toeval dus. Nee, dat is geen toeval. Nee. We hebben ook voorprogramma van hun gedaan. Bijna alle voorprogramma's vorig jaar van de Dijk gedaan. En dus met Anthony gewerkt. En misschien heeft hij hun sound ook wel een beetje zo stiekem bij ons erin geduwd. Ja. Volgens mij valt het wel mee. Hey, ik heb zitten zoeken naar je muziek. Ik vond een EP, mini-album, 6 tracks uit 2015. De Bekentenis. Twee jaar later weer een EP. Waarom geen album? Ik denk dat vooral gaat om de zoektocht die we hebben gehad. Zo van de laatste anderhalf jaar, ik heb heel veel geschreven en er ligt heel veel klaar. Maar het duurde gewoon even voordat we echt de sound hadden gevonden. De manier waarop wij dingen, of waarop ik dingen wil overbrengen. Dus daarom leek het me gewoon goed om dat even met 6 nummers te doen. En gewoon terug naar de kern en dingen waar ik het meest tevreden mee was om die te behandelen. En nu we weten welke richting we op gaan, is het ook een stuk makkelijker om songs te schrijven en te interpreteren voor mij. Welke richting wil je dan op? Nou, de sound is vooral, I guess, back to basic. Waar het echt gaat om de muzikanten. En er staan 5 muzikanten op het podium. Dat is ook wat je hoort op de EP. Weet je wel, heel weinig overdubs, weinig backing vocals, dat soort dingen. Live. Ja, gewoon live. En dat is waar we nu van uitgaan. Weet je wel, en dan hopelijk kunnen we dan op een gegeven moment uitbouwen, wel met achtergrondzangeressen en strijkers en weet ik wat. Maar ik wil het vooral zo puur mogelijk houden. En zo dicht mogelijk bij mezelf en bij ons als band. Waarom wil je dat? Omdat je dat live wil kunnen reproduceren? Of vind je het gewoon mooier klinken? Nou, ik wil het puur houden omdat dat het dichtst bij mezelf staat. En dat ik het idee heb dat we ook als band dan het meest trouw aan onszelf kunnen blijven. Hey, je schrijft natuurlijk in het Nederlands, je teksten. Ik vind sowieso dat teksten heel belangrijk zijn. En ik vind eigenlijk dat is mijn mening, best wel veel artiesten eigenlijk weinig aandacht besteden aan de teksten. Dus de ene oor in, de andere oor uit. Waarom heb jij de keuze gemaakt om in het Nederlands teksten te schrijven? Dat was geen keuze. mijn gitarist die woonde toen boven mij en ik woon in Rotterdam. Mijn huidige gitarist, en die kwam naar beneden en zei, Charles, je moet misschien even, zou je niet eens proberen iets in het Nederlands te schrijven? Toen deed ik dat. En toen wist ik het. Zo simpel is het.
Ja, er is geen soort van, er is geen bewuste keuze geweest. Alleen tot die tijd heb ik alleen Engelstalig gezongen, omdat allemaal helden Engels waren. Ja. Weet je, van Amerikaans. Ja. Dus dat was gewoon een logische stap voor mij. Ik had er nooit over nagedacht. Totdat hij dat zei. En ik schreef mijn eerste nummer, Het Pad. En ik dacht meteen, oké, dit is heel speciaal. In ieder geval voor mij. En dat is ook voor een hele hoop andere mensen speciaal gebleken. Maar is het dan niet, zeg maar, ik bedoel, dat is misschien heel wollig om te zeggen, maar kennelijk is het makkelijker om in je eigen taal een emotie naar muziek te vertalen, dan dat je in het Engels moet gaan zitten denken dat het toch een beetje, ja, kunstmatig wordt of zo? Nou, ik ben redelijk goed in Engels. Dus voor mij was Engels schrijven voelde voor mij heel natuurlijk. Alleen wat ik merkte toen ik dat Nederlandstalige nummer had geschreven, was dat het toch veel dichter bij mijn hart zat. En daarbij is Nederland ook best wel een botte taal, zo waar je dingen heel direct in zegt. Ja. Dus dat is ook een groot verschil met Engels. Werkte ik veel meer in beeldspraak dan in Nederlands. Dus het was best wel. Het is natuurlijk ook zo, als je in beeldspraak gaat schrijven, tenminste, dat kan ik me voorstellen, dat je toch een beetje het risico loopt, with all due respect, om bluffachtige teksten te schrijven die er niet aankomen of misschien, weet ik veel, heel hoogdravend gevonden worden door mensen. Nou, ik ga geen uitlatingen doen over bluff. maar de manier waarop ik schrijf is de manier waarop ik schrijf. Snap je? En iedereen heeft daar zijn eigen manier op. Weet je wel, je moet er wel maar staan met je ding, ja. Weet je wel. En ik kan niet anders zeggen dan dat dit de manier is waarop ik het doe. Ik kan het ook niet een soort van, in poëtische zin, of wat dan ook echt verantwoorden. Want ik heb niet heel veel poëzie gelezen, ik heb niet heel veel boeken gelezen. Maar dit is gewoon wat ik vanuit mijn hart doe en schrijf. Ja. Krijg je ook wel eens, ik kan me voorstellen dat je heel veel positieve kritiek krijgt. Met name ook op je teksten, omdat ze bijzonder zijn en inderdaad uit het hart zijn. Voor zover ik dat kan beoordelen. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van, joh, dat doet me helemaal niks, wat is dit voor shit? Ja, die mensen zijn er zeker. En dat mag gewoon, weet je wel. Je kan niet verwachten dat iedereen alles wat je doet mooi vindt, weet je wel. En weet je, soms schrijven mensen erover, soms dan zeggen ze tegen je en dan denk ik, ja, oké, maar ik sta wel achter wat ik doe en ik ben er blij mee. En ik heb het idee dat in het genre, wat het genre ook mogen zijn, wat ik speel, dat wij daar als band wel kwaliteit leveren, weet je wel. En je mag er altijd een hekel aan hebben. Dat is geen probleem. Er zijn ook vrienden van mij die echt niet naar mijn optredens komen. Schrijf jij ook wel eens nummers over mensen, dat het echt over hun gaat? En weten die mensen dat dan ook? Ja, al ik moet zeggen dat tegenwoordig is het soms iets algemener. Dat ik me meer een soort van richt aan een situatie waar ik aan denk. Of dat ik zie dat iemand dat doormaakt en dan dat het die emotie bij mij oproept. En dat ik het dan zo overbreng. Maar op deze EP is bijvoorbeeld Leef, heb ik voor iemand geschreven. En die weet dat ook. Ja. Oh. Ja. Maar los daarvan, zeg maar, ondanks dat ik het voor die persoon heb geschreven, schrijf ik voor heel veel mensen die in zo'n situatie zitten of een andere situatie en ze kunnen een soort van hel zoeken in dat nummer. Weet hoe je is dat nummer Leef dan tot stand gekomen? Je hoeft niet diegene te beschrijven of zo, maar dat is natuurlijk de story behind the song is dan wel heel leuk. Ja, nou het was gewoon, die persoon had het gewoon even moeilijk, weet je wel. Het gewoon niet lekker in de vel en de leven liep gewoon niet zo goed en ik probeerde eigenlijk in woorden die persoon eruit te halen. En dat lukte niet. En dat bleef zo in mijn hoofd zitten, dat ik op een gegeven moment kwam met die melodie en die tekst. En ik kwam eigenlijk later pas achter van, oh ja, dat ging daarover. Weet je wel? Ik las in je bio dat je uitgebreid in Azië hebt gereisd. Vervolgens zie ik dat je een nummer Lichtelijk Verlicht hebt geschreven. Dat is natuurlijk een inkopper om te roepen van, oké, 1 en 1 is 2, dat komt daardoor. Nou, je zegt het is een inkopper, maar je bent de eerste die de vraag stelt. Oké. Ja. Wie weet heeft dat onderbewust in mijn gedachten gezeten. Maar mijn reis door India, waar je naar refereert, die is inmiddels 5, 6 jaar geleden. Ik ben later nog wel een keer teruggegaan, maar dat half jaar dat ik daar was, dat is vrij lang geleden. Dus deze nummers hebben niks te maken met het reizen. Maar ik heb natuurlijk wel daar heel veel van meegekregen en heel veel wijsheden opgedaan. Die verlichting is natuurlijk niet iets wat je in India achterlaat als je het goed doet, toch? Nee, ja, nou, ik geloof wel dat elk leven een zoektocht is naar persoonlijke verlichting.
wat verlichting ook mogen zijn voor jou, weet je wel. En dit was gewoon een moment dat ik alles kon loslaten. Alle oordelen die ik had over mensen, mensen over mij en alle bagage en zorgen. Ik dacht, oké, fuck it, nu laat ik alles los en ik ga gewoon lopen. Weet je wel, en dat was het moment dat ik die tekst schreef. Ja, dus cool. Daar gaat het om. Dus heb je dan ook mensen verloren toen je dat begreep? Toen je dacht van, fuck it, ik ben gewoon wie ik ben en take it or leave it? In de tekst schrijf je daar ook over, weet je. Tenminste, dat is dan mijn take on. Nou, ik denk dat vooral een... Het zijn twee dingen. Als je alles loslaat en ten tweede, je hebt iets waar je 100% voor gaat, voor mij mijn muziek. Ja, dan op een gegeven moment, dan laat je mensen los, inderdaad. Want ja, niet iedereen kan het handelen dat je een druk leven hebt en dat je die prioriteit hebt. En die staat altijd op één, weet je wel, op dit moment in mijn leven. Dus daardoor verlies je wel vrienden. Aan de andere kant komen er ook weer andere vrienden bij. Weet je wel, een nieuw hoofdstuk van je leven. En ik denk nog steeds met heel veel fijne gedachten terug aan die tijd met de vrienden die ik toen had. Weet je wel. Dus zo probeer ik ook een beetje in het leven te staan. Dat iedere keer weer, gaat weer een deurtje open. Weet je wel, in plaats van dicht. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je begint, je speelt voor, weet ik veel, 12 man in een of ander kroegje ergens in Rotterdam. Dat het best ook wel moeilijk is. Dat je op een gegeven moment denkt van, ja, nu wil ik fucking ook wel eens een keer in mijn eentje de Ziggo Dome uitverkopen. dat kan inderdaad heel moeilijk zijn, maar ik heb wel in die tijd... Heb je dat überhaupt meegemaakt? Heb je ook echt, zeg maar, voor die super ongeïnteresseerde zalen gespeeld, waar mensen eigenlijk zitten te flipperen en denken, oh, er zat ook nog iemand op de achtergrond? Nou ja, ik kan je vertellen, we hebben vorig jaar of 2 jaar geleden meegedaan aan de popronde. We hebben 30 shows gedaan. We hebben kroegen leeg gespeeld. Ja. Mensen die gewoon daar zaten om een biertje te drinken en die echt geen behoefte hadden aan muziek, weet je wel. Aan de andere kant, kijk, we hebben ook voor kroegen gestaan, daar staan er 50 man, daar zijn er 10 man aan het luisteren. Weet je wel, en mijn filosofie is altijd al geweest, of, nou, waarschijnlijk niet altijd, maar dat is zo ontstaan, dat ik speel voor die 10 man. Weet je wel, fuck die 40 man die aan het praten zijn. Ik bedoel, ik waardeer ze waarschijnlijk ook wel, maar op dat moment, laat maar zitten. Maar voor die 10 man doe je het. En als die luisteren en als die nog een keer terugkomen, weet je wel, dat is gewoon, dat is niks tegenover die 40 man die aan het praten zijn, weet je wel. Zo probeer ik er altijd in te staan. Soms is dat moeilijker, weet je wel, dan andere keren. Maar dat heeft me wel door die periode heen getrokken, want het was wel een lange periode dat het zo was, weet je wel. Want het is gewoon een lang traject wat je doorgaat en mensen willen gewoon niet altijd luisteren. Nou, niet iedereen zit natuurlijk op je te wachten. Dat is natuurlijk het allermoeilijkste om je muziek naar de mensen te brengen. Voordat je een deal hebt, moet je het gewoon letterlijk doen door het echt letterlijk naar ze toe te brengen. Ja, dat klopt. Het is gewoon zieltjes winnen op het begin. En daarom heb ik heel veel voor 2 bonnetjes gedaan en geen benzine kosten, weet je wel. Ik heb optredens gehad dat ik 2 whisky bestelde en een bonnetje kreeg na mijn optreden. Terwijl ik 20 piek kreeg, weet je wel. Ja. Maar je doet het maar, want je moet het doen. Weet je wel, er zijn zoveel muzikanten die zeggen, die daar... En ik snap het ook wel, weet je wel. Je doet je werk en het is heel frustrerend als mensen niet snappen dat er ook tijd in gaat zitten. En weet ik veel wat. Maar aan de andere kant, wie gaat je anders zien? Weet je wel, het werkt nou eenmaal zo. En ik wil er best voor strijden dat de muzikanten meer moeten gaan verdienen en weet ik veel wat. Maar weet je wel, maar doe het wel. Weet je wel, doe alles, want elk zieltje maakt uit, elke persoon maakt uit, weet je wel. Je maakt een impact op levens van mensen, weet je wel. En dat overstijgt al die bullshit gewoon. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je natuurlijk echt super unieke dingen meemaakt. Is het zo dat je, heb je wel eens, weet ik veel, nachtmerries, dat je wakker wordt, dat je denkt, fuck, ik droomde net dat ik op het podium stond, dat ik mijn teksten niet meer kende, of dat het publiek weer liep, of weet ik veel wat? Nou, grappig. Nou, ik... Ik heb ooit in een bandje gespeeld, heel lang geleden, best ook veel opgetreden. Ik heb nog regelmatig dat ik droom dat ik het podium ontmoet, maar dat ik alles ben vergeten. En dat ik denk, shit, ik ben de enige die het niet meer weet. Dat is niet vaak zo, maar ik kan me inderdaad wel herinneren dat ik dat wel eens heb gehad. Zo, nou, maar ook vaak als je dan s'avonds, je hebt een hele lange dag gehad, je bent brak, je bent helemaal kapot. En dat je soort van in gedachten en dat je in één keer soort van vanuit een dagdroom wakker schrikt. Dat je morgen een optreden hebt en weet je wel, fuck, moet ik cover doen. Zo, ja, dat gebeurt wel eens. Ja. Ik zag dat je ook in België speelde. Hoe gaat het daar? Hoe reageren mensen op je muziek? Nou ja, in België speelde. We hebben een mini-docu opgenomen. Daar heb ik
echt een hele lokale plekjes gespeeld. Dus echt in Wallonië, in kleine dorpjes. En daar gaat het niet. Dat is dan weer een typische plek waar het niet echt gaat om zieltjes winnen, maar gewoon om een soort van, je bent gewoon aan het roadtrippen en je gaat gewoon spelen omdat je gitaar bij je hebt en mensen zijn gewoon dankbaar. En dat is gewoon, dat is ook heerlijk, soort van. Net als je, net als mensen die zo'n standbeeld maken van zand en dat het dan gewoon, het wordt vloed en het is weg, weet je wel. Dat vind ik zo heerlijk en dat is precies wat daar gebeurde. Ik weet nog niet hoe mensen in België op mijn muziek... Ik kan me voorstellen, ik bedoel, natuurlijk is het zo, je bent hier heel goed bezig. Is dat binnenkort Pinkpop, dan zullen er dus ook Belgische mensen komen. Je muziek leent zich natuurlijk ook voor de Benelux. Luxemburg weet ik niet, maar wel in ieder geval het Vlaams sprekende gedeelte. Dus je zal daar dus ook wel gaan spelen, toch? Ik wil heel graag in België gaan spelen, ja. En dat gaat ook zeker gebeuren. Hoe was het voor jullie om met Guus Meeuwis te spelen? Dan sta je in één keer voor 20.000 mensen. Dat lijkt me ook best wel eng. Het was echt een bizarre ervaring, ja. Het gekke is dat, omdat het zoveel mensen zijn, is dat het aan de ene kant heel erg angstaanjagend is en aan de andere kant geeft het heel veel rust of zo. Want je staat op het podium en denk je, ja, wie ben ik nou nog? Weet je wel? Dus dat is heel helpvol om gewoon los te laten, gewoon met die band. Ik speelde toen met de band van Guus, overigens. En dat was gewoon zo'n humbling experience. Ook die mensen en Guus, het zijn gewoon zo'n lieve mensen, weet je wel. Die gewoon, ze stonden ook achter mijn werk en ze spelen gewoon mee en ze stellen je gerust, weet je wel. Dus het was eigenlijk van top tot teen een hele fijne ervaring, ja. Hey, de EP komt uit. Komt die ook echt daadwerkelijk uit als op vinyl of op cd? Ik heb ervan horen zeggen dat het vinyl en cd wordt ook, ja, ja. Nou, weet ik niet 100% zekerheid of dat dan al de 17 is. Kan iets later zijn, maar dat laat ik wel aan jullie weten, mensen. Ja. Hou je van vinyl en cd's? Kan ook, ik ken eigenlijk niemand meer die nog cd's draait. Ja, ik ken één iemand die nog cd's draait, maar, maar bijna niemand. Ik hou van vinyl, ja. Ik heb nu even mijn plaatsspeler niet in mijn huis staan, maar in Rotterdam had ik heel veel vinyl. Ik draaide vooral veel Tom Waits daar en de band. En tegenwoordig probeer ik ook wat nieuwere platen te kopen en zo. Dat probeer ik nou te bedenken, wat ik voor het laatst heb gekocht. Inderdaad, val ik een beetje door de mand. De laatste plaat, volgens mij was dat een plaat van Olafur Arnalds. Een minimalistische pianist. En vooral op regenachtige dagen met zo'n klein kraakje. Je hebt aan het conservatorium gestudeerd in Rotterdam. Welk instrument eigenlijk? Nee, ik studeerde daar songwriting. Ik heb daar les gehad in gitaar, piano en zang. En dat was voor mij gewoon een ongelooflijk leerzame ervaring om dat te doen. En ik heb dat gedaan totdat ik het gevoel had dat ik genoeg bagage had daar. En toen ben ik ook weer weggegaan. Wat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat jij muziek bent gaan maken en dat je zegt van hier ga ik mijn leven van maken? Nou, dat was wel een relatief lange reis, want ik speel vanaf mijn zesde al piano. Dus klassiek pianoles had ik. En ik moest van mijn moeder klassiek pianoles blijven volgen, eigenlijk. Meestal is dat een reden voor mensen om meteen te stoppen, op het moment dat ze het kunnen. Maar je hebt het doorgezet. Ja, maar niet van harte. Dus nee, ik heb zelfs een telefoonboekje nog van mijn ouders. Toen er nog niks gedigitaliseerd was, waar ik met water vaststift op elke pagina ik haat piano heb geschreven. Okay. Tot op het punt dat ik 14 was, toen was ik al gestopt en ik liep een klaslokaal in, het muzieklokaal in op de middelbare school. En ik zag daar een bandje jammen gewoon en iemand was toets aan het spelen. En toen dacht ik, holy shit, dit kan ook gewoon. Je kan gewoon blues en jazz en pop en weet ik wat. Vanaf die dag ben ik 3 uur per dag gaan studeren. En een jaar later, in hetzelfde lokaal, was ik degene achter de toetsen. En dat voelde zo ontzettend goed. Dat ik gewoon, ja, toen wilde ik jazz blues pianist worden. En dat is het niet geworden uiteindelijk. Waarom niet? Waarom heb je die piano laten staan? Ik speel nog steeds piano, maar ik ben er ook niet voor gemaakt om 6 uur per dag te studeren, weet je wel. Schrijf ik heel veel en zo, maar om 6 uur per dag echt gedisciplineerd voor een boekje, weet je wel, dat kan ik niet zo goed. En toen ben ik nummers gaan schrijven op een gegeven moment. En toen in India met gitaar leren spelen. En eigenlijk in India heb ik dat besloten.
Okay. Vond je het makkelijk, gitaar spelen? Nou, maar makkelijk is een beetje een raar soort van... Het vragen mensen wel eens, is basgitaar dan makkelijker dan gitaar? Want het heeft maar 4 snaren. Nou, als je op een bepaald niveau komt, is alles net zo moeilijk. Weet je wel, kan je 8 uur per dag op een fucking triangle studeren, snap je? Gitaar was wel voor mij makkelijker om songs mee te schrijven op het begin, omdat er zit al ritme in. Weet je wel? En je krijgt hele andere folky songs en zo. Dus het was voor mij meer een soort van openbaring van holy shit. Dit is vet om hier songs op te schrijven, weet je wel? En later ging ik ook weer op piano weer schrijven. Ja. Hey, wat is... Kijk, het is een beetje een rare vraag ook, bedenk ik me nu. Nee, ik klassificeer jou meteen als Nederlandse muziek. Nederlandstalig, dus Nederlandse muziek. En dan denk ik, wat is voor jou de belangrijkste... of de beste Nederlandse band ever. Maar tegelijkertijd denk ik dan... ja, waarschijnlijk zijn er veel meer buitenlandse bands... die net zo belangrijk zijn. Maar goed, wat vind jij nou een goede Nederlandse band? Daar zijn heel veel verschillende stijlen in, weet je wel. Ik vind bijvoorbeeld Gerson vind ik te gek als gewoon artiest. Ik vind Frisco vind ik te gek. Weet je wel, ik vind... ja, Gorky in België vind ik te gek en Bazaar. Nou vergeet ik vast een hele hoop dingen. Dit is ook zo'n obscuur bandje, of niet obscuur, maar dat zijn oude schoolgenoten van mij. Die brachten op één dag in één keer 6 albums uit. Nee. En die treden verder nooit op met dat project, maar dat heet Dichter Bob. Okay. Dat moet je echt even checken. Die gasten zijn zo ongelooflijk creatief en zo snel in het schrijfproces, dat ze gewoon in één keer, oké, dit is het, we gaan er verder niks meer mee doen. Steel het maar als je wil. Ja. Beste vriend, moet je even luisteren van Dichter Bob. Ja. Hey, Pinkpop in juni dus. Denk dat toch wel een next highlight is? Ja, zeker. Dat wordt leuk, dat wordt heel gaaf. Wat ga je doen? We gaan daar in The Garden of Love spelen. Mm-hmm. Voor een mannetje van 150. Dus wij worden een soort van het momentje, Pinkpop. Dus dat wordt ontzettend leuk. We gaan 2 keer spelen op 1 dag. En dan in het najaar weer gaan we de hele tour van Guus Meeuwis gaan we het voorprogramma doen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in, met de hele band gewoon. Ja. Dus je hele jaar is eigenlijk gewoon al volgeboekt? Ja, gek genoeg wel. Ja, voor een groot deel. Ja. Wat cool, ja. Maar we zijn nog te boeken ook. We zijn nog dagen ver. Ja. Hey, ik zou het bijna vergeten, maar vandaag wordt er gestemd in dit land. Wat vind je ervan en wat denk je dat gaat worden? Ik vind het belangrijk dat er gestemd wordt. Ik moet zeggen dat ik weinig tijd heb gehad om het echt goed te volgen. Heb je al gestemd? Nee, ik moet nog stemmen. Wat ik ervan heb gezien, zou ik het heel fijn vinden als ook politici iets trouwer worden aan zichzelf. En iets minder, dat het iets minder populistisch gaat allemaal. Want ik was er gewoon een beetje klaar mee. Omdat ik had de Amerikaanse verkiezingen heel erg gevolgd. Ik ben in New York geweest voor de verkiezingsuitslag, zeg maar. Het was een heel deprimerend gebeuren. Zag je het niet aankomen dat Trump het zou worden? Hey, we zaten in een kroeg in Brooklyn. En we zaten met 100 man feest te vieren omdat Hillary zou winnen. Gewoon. En toen was het in één keer 10 uur 's avonds, 11 uur 's avonds. En in één keer die kroeg was in één keer leeg gewoon. Dus zat ik nog om 1 uur 's nachts met 5 man depressief voor ons uit te kijken en whisky te suipen. Ja, was echt niet leuk, man. Ik denk dat ik daardoor misschien nu even iets minder mee bezig ben. Dat minder positief ben. Ja. Maar goed. Maar je gaat wel stemmen? Ik ga stemmen. Ja. Ik denk wel dat het goede van de overwinning van Trump is wellicht dat het ons daardoor hier bespaard blijft. Ik denk inderdaad, ik had eigenlijk verwacht dat echt een draai in de positieve kant voor Wilders zou veroorzaken. Maar volgens mij is het tegenovergestelde bijna gebeurd. Dat, denk ik ook. Dat mensen nu toch doorhebben wat er gebeurt als iemand die in alternative facts gebeurt aan de macht komt. Weet je wel, dat werkt gewoon niet. Maar gelukkig is in Nederland het systeem ook heel anders. Weet je wel, daar is het gewoon, vooral nu, het congres en de senaat gewoon, ook republikeins is, dat is gewoon hel. Ja, voor mij, ja, hel. Er zijn mensen die dat helemaal gek vinden, dus alle respect daarvoor. Maar
ik vind het niet zo positief wat er nu allemaal gaande is. En gelukkig is in Nederland is dat iets beter uitgebalanceerd, weet je wel. Iets meer een democratie dan daar. Ja. Dank voor je tijd. En jij bedankt.